Minister Gilmour hoeft Raad van Financiën heeft een leningsovereenkomst van 35 miljoen Amerikaanse dollar getekend met de Islamic Development Bank. De ondertekening vond plaats in de marge van de Wereldbank IMF jaarvergadering en is ten behoeve van het Low Income Shelter LISP 3 Affordable Housing Project. Dit project is onderdeel van het beleid van de regering op alle niveaus oplossingen te brengen in de huidige huisvestingsproblematiek. Via dit project worden burgers in de gelegenheid gesteld aan betaalbare woningen te komen. Landelijk kunnen gezinnen behorende tot de lagere inkomensgroepen in aanmerking komen voor ondersteuning voor het opzetten van een nieuw huis of een bestaande woning kwalitatief en duurzaam te renoveren. Ook zal er rekening gehouden worden met burgers die nog geen perceel hebben. De verantwoordelijkheid van dit project ligt bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Zij de stichting Low Income Shelter Program Stichting LISP belast met de uitvoering. Deze stichting zal binnen dit programma de selectie en de nodige begeleiding coördineren. De uitvoeringsperiode van dit project is 5 jaar.